yase ve çavratanız var. Hiç o gün cümle donna yukuru ama ve yukuru çaycı yasmi. Deyla donna ayda veri pivere kopasar çiyeko dozu lambaye. Bana nune vare ime ata beato lan. Αλληλούια! Ινέ ελιασιούτι εφτά με φάδι και ζει με ζυμδάτι άβενε τον αϊβίρ σουά που σάτε μάιμ σε σώμη μαϊένε σουά αλλά τον αϊσιά αλλά μου φάβε κάτι κασελά αλλά τον αϊσιά με εφανένο βέον κορεϊνού. De vroegere Engelse operabij, Dr. Jacobowitz, die heeft ooit eens gezegd dat Jodendom zit vol met wonderen. De hele geschiedenis zit vol met wonderen. Maar, zegt hij, het grootste wonder van het Joodse volk is dat het Joodse volk nog bestaat. Ja, welk volk heeft uiteindelijk een diaspora van 2000 jaar overleefd, verspreid over de hele wereld, onderdeel geworden van allerlei lokale culturen en toch voortblijven blijven bestaan, ook een onderlinge band gehouden. En die band is alleen maar in stand gebleven door het vasthouden aan rituelen, vasthouden aan typisch Joodse cultuuruitingen, vasthouden aan religieuze voorschriften, vasthouden aan besnijdenis en de Joodse aspecten van bar mitzwa, huwelijk enzovoort, of alle andere dingen in het leven. Dat schept die internationale band van Joden. En als dat wegvalt, dan blijft men alleen maar als Jood uiteindelijk in de niet-Joodse samenleving en dan is er geen bestaansrecht meer. Zou het Jodendom kunnen voortbestaan zonder rituelen? Ik denk niet, want de enige manier van voortbestaan van het Jodendom is vasthouden aan het Jodendom als religie. En bij religie horen verplichtingen nakomen, horen rituelen. Als dat weggaat, dan krijg je een heel geseculariseerd Jodendom. En de geschiedenis heeft al lang uitgewezen dat geseculariseerd Jodendom, dat houdt geen stand, dat verdwijnt. Dat leidt uiteindelijk tot de assimilatie. De Joden zijn verspreid over de hele wereld, Ethiopië, Afrika, Nederland, de hele wereld. En die hebben allemaal dezelfde rituelen, in die zin dezelfde momenten. Maar in de uitvoering daarvan, in de cultuur, zijn er wel wat verschillen. Dat kan ook niet anders, omdat natuurlijk Joden heel verspreid over de wereld leven. De besnijdenis die vindt zijn oorsprong in de Torah, in het boek Genesis, waar Abraham de opdracht krijgt van God om zich te besnijden. De besnijdenis zelf, en dan hebben we het over de handeling zelf, dat betekent dus het verwijderen van de voorhuid en het opvouwen van het restantje huid wat erbij zit. Die krijgt hij ook meteen mee voor zijn zoon en voor zijn hele huishouding. En na zijn zoon komen dus de volgende generaties die vanaf dat moment allemaal die verplichting hebben. Wanneer Abraham die verplichting krijgt, hij wel ter uitsluiting van de andere volkeren. Daarmee wordt ook bezegeld het verbond tussen God en het Joodse volk, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. De besnijdenis is dus een uiting van het verbond tussen God en het Joodse volk. De Torah schrijft voor dat de besnijdenis plaats moet vinden op de 8e dag na de geboorte. Dat is het voorschrift. Interessant is wel om te weten dat het hemoglobinehalte, dus het stollingsgehalte van het bloed, op de 8e dag bij een baby hoger is dan ieder ander moment in het leven. De reden van de besnijdenis is zuiver religieus. Het is een opdracht in de Torah. Dat er als bijkomstige medische aspecten zijn, dat het gezonder zou zijn, dat is heel goed mogelijk. Vanuit het Jodendom vinden wij die discussie eigenlijk niet zo heel relevant. In die zin, het is een religieuze opdracht. En een religieuze opdracht binnen het kader van wetgeving moet je die volbrengen.
Vrouwenbesnijden is mutilatie, is mishandeling. Mannenbesnijden is niet. Mannenbesnijden is het verwijderen van een heel klein stukje huid. Vrouwenbesnijden is totaal iets anders, is van heel andere orde. En als we zeggen in onze grondwet, godsdienst van vrijheid, maar behoudens verantwoordelijkheid tot de wet, dat je andere mensen niet aantast. Nou, vrouwenbesnijden is aantasting, van een lichamelijke aantasting, besnijden van mannen niet. En de klacht dat mannen later spijt kunnen krijgen, die wordt geuit door mensen die zelf niet onderdeel van deze besnijden zijn. De moheel, dus de besnijder, het is een soort paramedisch beroep zou je kunnen zeggen, dat leert hij dus van een ander moheel in de praktijk. Hij moet ook enige medische kennis daarvoor hebben. Zoals in Nederland werkt een moheel ook onder toezicht van een commissie van toezicht. En dat zijn mensen met Joodse wetskennis, dat zijn medici met medische kennis. En zo kan hij dus de functie doen. Hij moet worden opgeleid, hij doet zijn examen en dan mag hij zich moheel noemen, besnijder. Christine. Wat is die mooi nou? Laat hem rustig liggen. Nou, op dit moment ben ik de enige in Nederland toegelaten moheel. Mijn zoon, die ook toegelaten is als moheel, maar die woont op dit moment niet in Nederland. Dus ik ben de enige die in Nederland woont en het vak uitoefen. Gemiddeld per jaar zijn er ongeveer 30 Britot. Dat is, in de loop der jaren is dat minder geworden. En dat heeft te maken dat de Joodse gemeenschap kleiner wordt. En heeft ook te maken met het minder religieus worden van de Joodse gemeenschap. Toen mijn vrouw zwanger was van ons eerste kind, toen dacht ik, als het een jongetje is, dan vind ik het wel leuk om zelf die berit te doen. En zo ben ik ermee begonnen. En ben daar dus blijven hangen. Want mijn oudste zoon is nu 30 jaar, dus ik loop nu 30 jaar inderdaad mee. Ja, de vader van dit jongetje heeft hij besneden. Dat is onze oudste zoon. Dus toen zijn we een paar rondjes om de sjoel gelopen. Totdat de naam gegeven zou worden, toen ben ik zelf naar binnen gegaan. Maar het is gelukkig heel goed gegaan. En er waren een paar mohalim bij die onder toezicht, waar mijn man onder toezicht stond. Dus kon niet veel misgaan. Nee, mijn vrouw heeft me daar steeds bij gesteund. Die is zelfs niet bij eigen kinderen, maar als een soort assistent ook meegeweest, ook voor de nazorg. Dus ik heb daar alleen maar steun gehad. U zegt dat het met advocatuur te maken heeft, natuurlijk helemaal niets. Maar als niet-Joodse klanten bellen en ik heb een Brit Milaan, dat is lastig uit te leggen. Dus dan zegt mijn secretaresse, minister Loonzin heeft een kort geding. Nee, dit is een mes, een speciale Brit Milaan mes. Wat aan twee kanten snijdt. Je kan nooit met de botte kant snijden. Want er zijn twee geslepen kanten. Dus het is eigenlijk het enige mes wat aan twee kanten snijdt. Dat is een Nederlandse uitdrukking, ik weet niet waar die vandaan komt. Maar dit is een mes wat aan twee kanten snijdt. En dan is hier een schildje. Nog wat andere instrumenten. Die we gebruiken als het nodig is. De meest voorkomende aandachtspunten zijn het gewicht. Het kan zijn door een vroege geboorte of op een andere manier dat het gewicht te laag is om al een brit te doen. Een kind kan geel zijn. Dat komt bij pasgeboren baby's heel veel voor. Als de geelheid te erg is, zal ik maar zeggen, dan stellen we ook de brit uit. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen om een brit uit te stellen. En dat zijn ook de dingen waar we dus naar kijken. Bij iedere de kleinste afwijking of vraag, dan overleggen we met de medicus. Is er dus een toezichthoudend orgaan in Nederland. Sinds jaar en dag die toezicht houdt op de moalim. En de voorzitter daarvan is professor Hugo Heijmans. Een vermaarde kinderarts in Europa. En daar kunnen we, nou, ik zou maar zeggen, dag en nacht terecht als we vragen hebben. En die stuurt door als dat nodig is. Er is op zich juridisch gezien een hele stevige basis om besnijdenis te laten doorgaan zoals het nu ook gebeurt. Want er wordt ook gefilosofeerd van wat zullen rechters daarover oordelen op enig moment. Nou, in Nederland is
is er niet zoveel risico. De Hoge Raad heeft in een zaak, ik geloof dat het een Marokkaanse vader was die het gezag niet over zijn kinderen had. Moeder had het gezag, twee jongetjes. En een weekend had hij de jongetjes bij zich. Terwijl hij dus niet gezag had, dus hij had niets over die kinderen te vertellen, anders dan dat hij met de kinderen mocht omgaan. En toen heeft hij het weekend gebruikt om de jongetjes te laten besnijden. En moeder heeft daar een strafklacht van gemaakt bij de politie, dat dat een mishandeling van de kinderen was. En hij is vrijgesproken door de Hoge Raad. Want er was niet de bedoeling om te mishandelen en er zat een religieuze achtergrond achter. Hij was er niet toe gerechtigd. Maar dat betekende niet dat hij strafrechtelijk verkeerd bezig was geweest. En dat arrest, nu van 2 jaar geleden, dat geeft toch een hele stevige basis dat we in Nederland in ieder geval niet zo bang hoeven te zijn dat de rechters dat gaan verbieden. Ja, kan niet. We gaan naar boven kijken hoor. Als je... Oh nee. Ben je gewassen? Ik ben gewassen. Ik ben helemaal, I'm ready. Ja, kijk, dat zelfbeschikkingsrecht is hier in die zin niet aan de orde. Of misschien moet je zeggen, het is wel aan de orde, maar dat is bij de opvoeding van het kind iets dat dagelijkse kost. Want je neemt dag in dag uit een beslissing voor het kind. Je gaat wonen in Nederland of je gaat in Zimbabwe wonen. Nou, dat het kind wordt niet gevraagd. Wat vind je ervan dat we in Zimbabwe gaan wonen? Dus dat heeft hele verstrekkende impact voor kinderen. Het is een beetje lastig, maar als je een cijfer zou geven aan die diverse religieuze voorschriften, bijvoorbeeld de spijswetten en het houden van Shabbat en feestdagen en dergelijke, dan komt de Briet nummer 1. Dat is het meest zwaarwegende voorschrift wat het Jodendom kent. En ik zou bijna zeggen, daarna komt de hele tijd niks. En daarna komen pas andere voorschriften, waarmee ik niet zeg dat die anderen niet belangrijk zijn. Maar de Briet Mila is nummer 1. En dus daar, en dat hebben we ook in de geschiedenis, de Joodse geschiedenis gezien, daar wordt aan vastgehouden, ook als dat niet zou mogen van overheden, wordt het heimelijk wordt dat gedaan. Er is in de 60e jaren in Nederland een onderzoek gedaan naar de religieuze beleving van Nederlandse Joden in die jaren. En interessant dat daar naar voren kwam dat ook bij de meest geassimileerde gezinnen, er waren er twee mitzvot, twee voorschriften die werden nagekomen. Dat was de Brit Mila en dat was Chanukka licht, de menorah. Degene die het beschouwden als een middeleeuws barbarisch middel, die discussie die hebben wij ook gekend rond het ritueel slachten, die kennen we ook rond de besnijdenis. Het is een kwestie van het afwegen van grondrechten en in Nederland is godsdienstvrijheid behoudens ieders verantwoordelijkheid tot de wet. Zolang je dus geen verdere schade aanricht, is het een onaantastbaar grondrecht en daar valt de besnijdenis ook onder. In tijden van oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog, jongetjes zijn besneden. En zo dat niet kon, in de oorlog werd het direct na de Tweede Wereldoorlog gedaan. In de periode van communistisch Rusland, ja, is in een levensgevaarlijke situatie, zijn jongetjes gewoon besneden. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו וסתם צבאנו על המילה. Op het moment dat er in Nederland zou een verbod op besnijden zou komen, dat is dan het einde van de gevestigde Joodse gemeenschap in Nederland. Religieuze Joden die gaan niet wonen in een land waar niet besneden zou mogen worden. Dat is niet aan de orde. Man berito asher sam sarinu baruch atah Adonai koret haberit. We hebben als Joodse gemeenschap eigenlijk de hele geschiedenis met ups en downs te maken gehad wanneer het ging om beperkingen. Wanneer we kijken naar de tijd van de Hellenisten, dus de Griekse bezetting in het Heilige Land. Het verhaal rond het Chanukka, het inwijdingsfeest. Ja, dat is nu meer dan 2000 jaar geleden. Een van de beperkingen was toen het verbod op het besnijden van jongetjes. Dus, voor ons is het allemaal niet nieuws. Het wordt natuurlijk niet zo met harde stem gezegd dat het een maatregel heeft te maken met gericht tegen de Joodse gemeenschap. Het wordt altijd wel keurig verpakt in de zin van lichamelijke integriteit, zelfbeschikkingsrecht van kinderen. Je kunt het alle mooie namen geven. Uiteindelijk leidt het tot een onaanvaardbare aantasting van rechten van Joodse burgers in dit land. Okay.
Ik heb alleen zoons. Alleen zoons? Dus er was geen enkele twijfel. Nee, mijn vrouw is Joods, ik ben Joods. Hoezo zou je niet besneden worden? Dat was helemaal niet in vragen. Ja. Dat is duidelijk. Is dat belangrijk voor u? Ja. Waarom? Omdat ik wil dat het door blijft gaan. Omdat het... Kijk, één generatie houdt het nog vol. De generatie daarop is het verwaarloosd. En de volgende generatie heeft niks meer met het Jodendom. Dat zou jammer zijn. Het is maar zo'n klein volkje. Hey, ik wil dat wel, maar ik hij niet. Was juist weer tegen. Ja. Zeg maar, een reductie van het Jodendom tot de Brit Mila is ridicule in mijn ogen. Maar jij zou het wel overwegen? Ja, ik vind het wel belangrijk. Nee, ik vind het wel dat het wel echt bij het Jodendom hoort. En ook uit medische redenen. Het heeft zijn gevaren natuurlijk. Er kunnen altijd complicaties optreden, maar het heeft ook wel gezondheidsvoordelen. Twee redenen eigenlijk. Ja. Dus mocht er over een jaar een jongetje aankomen, dan gaan jullie heel hard in discussie. Ja. Ja. Toen mijn zoon geboren werd, kon ik het vanzelf spreken dat wij besnijdenis doen. En dat hij Joodse, Israëlische naam krijgt en dat soort dingen. Als je mij vraagt over nu, hoe ik nou denk, dan zal het niet zo vanzelfsprekend zijn. Zal ik wel twijfels hebben. Ik weet het niet. Ik had gedacht dat ik iets in de lichaam van mijn zoon verander. Zonder zijn toestemming, zonder zijn medewerking, lijkt mij een grote beslissing. Dat je niet zo vanzelf spreken doet, maar dat je echt goed nauwer bent. Die discussie in Israël zelf begint heel langzaam plaats te nemen. De besnijdenis is iets gewoon een, hoe zeg ik, dat is iets wat je doet. Seculier, orthodox, je besnijdt je kinderen. Maar ik had toevallig vorig jaar hebben we een neef van mijn tweeling gekregen, of een neef en nicht tweeling gekregen. En toen begon ze die discussie over de Brit Mila, waarbij de vrouw zei van ja, maar ik wil mijn kinderen helemaal niet besnijden. En mijn neef zei, maar zo werkt het gewoon en we gaan het gewoon doen. Dus voorlopig is het wel gewoon gebruikelijk dat Brit Mila gewoon gedaan gaat worden. Maar ik denk dat er langzaam ook een discussie gaat komen in Israël. Waarom een Brit Mila gebeurt en of het ethisch is of niet en medisch goed en niet. Die discussie begint op te komen. When I heard about the initiative, either to prohibit kosher slaughtering, Shkita Kshera, or God forbid, Brit Mila, I was so angry and I was so upset. Because I said, these are the most important symbols of Jewish life which we preserved throughout history. No one in the past was able. Who tried to stop us? The Nazis, the evil regimes in the past. So I spoke to every politician possible. I spoke to everyone to make sure that will not happen, especially not in Europe, especially not in the Netherlands, and I hope that will remain the case. En dan neemt oma hem van jou. Jij neemt hem van oma over en brengt hem naar de Sandok, ja? Ja. Jij blijft hier? Overgrootmoeder, dat is toch niet te geloven dat ik dat mag beleven. Ik heb toen ik zwanger was, een film gezien. Een film over Polen in de Holocaust. En er was een scène op een school dat alle jongetjes hun broek omlaag moesten doen. En dat de Joodse jongetjes eruit gepikt werden en meegenomen door de Duitsers. En de andere kinderen bleven staan.
blijven leven. En toen ik dat zag, dacht ik, dat doe ik mijn kinderen niet aan. Ik heb destijds met rabbijn Sunny Herman daarover gesproken. En hij zei, daardoor onderscheiden de Joden zich van alle andere volkeren. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Dus dat waren eigenlijk de twee redenen. Dat idee van dat Joden permanent hun hele leven lang fysiek herkenbaar onderscheiden van alle andere volkeren. Daar zag ik de noodzaak niet voor. De redenen die zij noemt, begrijp ik wel. Ik begrijp hun keuze. Want ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Persoonlijk vind ik dat het eigenlijk een beslissing van de jongens zou moeten zijn. En dat ze op latere leeftijd daar zelf wel of niet voor mogen kiezen. Ik kom uit New York, uit de Bronx. Iedereen op school was Joods, iedereen in de buurt was Joods, al mijn vrienden waren Joods. En dat had niks met godsdienst te maken. We gingen nooit naar shul, mijn ouders waren communisten. Hun vrienden waren ook seculier, allemaal heel links en allemaal Joods. Eigenlijk zijn wij vrij seculier opgevoed, niet gelovig. Dus eigenlijk ben ik sinds kort wat meer geïnteresseerd erin geraakt. Ik heb een Joodse vriendin. Als wij zelfs kinderen zouden krijgen, denk ik dat mijn vriendin ervoor zou kiezen. En waarom denk je dat? Omdat ze nogal gelovig is. Redelijk traditioneel Joods. Ja. Ja. Het is natuurlijk de vraag, hoe kan je iets missen wat je nooit hebt gehad? Maar ik heb in ieder geval nooit behoefte aan gehad om zelf te ontwikkelen. Er zijn nogal wat mensen waar ik heel veel gemeenschappelijk heb. Zeker bij Beta Gidush, maar ook bij de LJG. Er zijn veel mensen met mijn achtergrond die als ze ouder worden toch behoefte hebben aan een soort, ja, we noemen het ontstettel. Aan een plek waar je bij elkaar komt met andere Joden. Als ik nu jonger zou zijn en nu kinderen zou krijgen en lid zou zijn van de LJG, zou ik het natuurlijk ook doen. Maar toen was ik helemaal buiten het georganiseerde Jodendom. Dus de mijlpalen, het waren niet zozeer de Joodse mijlpalen als de gewone, zeg maar, de linkse mijlpalen. We waren veel meer bezig met de wereldrevolutie dan met God. In Nino zijn gauw, es brisi shulaho. Ja, doe je benen namelijk naast elkaar, als vergis ik me nog. Tu adi no lengu me khala shegi de shono mit so simon ala milo Ja lo heinu me nebu sene kaye me saye ta se de yuvi yuvi furu ma bi kreshma bi Yisrael Shaya Ben yimin meir Ben chizkiyo meir De Sandak. Ja, nee, eerste keer dat ik dat heb gedaan natuurlijk. Dus, ja? Heel... Is moeilijk om hem te zien zo, ja? Natuurlijk. En...
Ja, ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het is even bijkomen nog. Even bijkomen. Ja, de tranen prikken achter mijn ogen. Maar ja, het is iedere keer weer ontroerend. Zo ontroerend. Maar het is een mooie mitswe en ik ben heel dankbaar dat ik het mag meemaken. Een triomf op Hitler. Dit is oorspronkelijk geweest van Mohel Moskowitz. Dat was een Mohel na de oorlog. Dat was ook gazen in de Lekstadschool. Ik ben door hem besneden, dus op zich is dat wel bijzonder. Bovendien heeft Gazen Moskowitz in hetzelfde concentratiekamp gezeten als de grootvader van mijn vrouw. En die heeft hem het leven ook gered. En mevrouw Moskowitz en mijn moeder met 3 dochtertjes, waarvan ik de jongste, zaten in Ravensbrück. Niet te geloven. En nu allemaal hier. En nu allemaal hier. En nu allemaal. Maar voor generaties, gelukkig. Dat is toch heel bijzonder. Als triomf op Hitler, dat ik dit mag beleven. Ik was 2 jaar in Ravensbrück en we hebben zoveel wonderen meegemaakt. En dat je dat dan mag beleven, als ze het gaan verbieden, doen we het stiekem. In de huiskamer. Dan doen we het gewoon in de huiskamer. Dat is een verbond wat nooit meer verloren mag gaan. Nazische ritus, gewoonte is in deze landen, zal ik maar zeggen, dat de moheel inderdaad de voorhuid, dat hij die bewaart. En dat over 120 jaar, als de moheel wordt begraven, dat die stukjes huid worden meebegraven. Dus ik heb inderdaad een sigarendoos met inhoud.